Het personeel van de Stichting Medische Zending blijft in actie. Dit besluit is vanmiddag tijdens een algemene ledenvergadering genomen. Bondsvoorzitter Roy Haverkamp zegt dat de werknemers in actie blijven totdat het salaris gestort is. De werknemers hebben afgelopen donderdag spontaan het werk neergelegd omdat de directie de salarissen van deze maand niet kon garanderen. Minister Patrick Pengel heeft vrijdag in het parlement verzekerd dat de betaling uiterlijk vandaag zal geschieden. Volgens Haverkamp is dit nog steeds niet gebeurd. De bedoeling was dat wij vanmorgen de actie hebben opgeschort. Omdat ook door de minister is gezegd dat maandag de mensen gestort gaat worden. En wij hebben gezegd dat we dan de mensen de ruimte geven. Dat er vandaag eraan gewerkt wordt. En dat we om 2:30 weer bij elkaar komen. We zijn vanmiddag om 2:30 bij elkaar gekomen. En het bleek dat er nog voor niemand gestort is. We hebben toen ons beraden en we hebben toen gezegd we gaan de directie gaan vragen als de directie ons kan informeren wat de stand van zaken is, wat de laatste ontwikkeling is. We zijn er naartoe gegaan en de directeur heeft ons toegesproken en heeft ons aangegeven dat hij ook niet meer kan zeggen omdat het tot op dit moment en hij had 10 minuten daarvoor had hij nog geïnformeerd en het blijkt dat er nog niet is bijgestort op de rekening van de medebestending. Volksgezondheidsminister Pengel vindt dat de directie van medische zending disciplinaire maatregelen moet treffen tegen het stakende personeel. Het bondsbestuur heeft daarover een andere mening. De minister moet weten dat het niet hoe moet ik het zeggen? Dat het niet iets is dat de mensen zo leuk vinden omdat ze actie willen voeren. De actie wordt gevoerd naar aanleiding van iets dat een ontwikkeling die heeft plaatsgevonden waarvan de mensen gewerkt hebben voor hun geld en hun geld nog niet kunnen ontvangen. Mm-hmm. En iedereen weet dat deze maand, na de volgende maand, sommige mensen moeten nu al geld zetten voor de school, om te betalen en zo. Dus er zijn er een aantal dingen. Nog meer, je hebt mensen die met de banken afspraak hebben. En als er niet gestort is, de mensen hebben afspraken van 29-30 van de maand. Omdat het normaal de laatste dinsdag wordt gestort. En als er geen geld gestort is, betekent het dat de bank dan ook weer nog extra rente in gaat inbrengen voor de mensen. Dus het zijn allemaal dingen waar de mensen dus steeds weer slechter van aan toe zijn. Bondsvoorzitter Roy Haverkamp, met wie onze nieuwsdienst een telefonisch interview heeft gehad over de actie die sinds donderdag wordt gevoerd door het personeel van de medische zending. Alleen bij spoedgevallen zijn de werknemers bereid medische hulp te verlenen aan patiënten.